GroenLinks verstuurt kaartjes. Een hoop ouderen zijn eenzaam en om aan deze doelgroep te laten weten dat er wel mensen zijn die aan hun denken, schrijven ze speciale kaartjes waarop de afbeelding van een boom in hartvorm te zien is. Deze kaartjes worden op Valentijnsdag bij de ouderen gebracht. Marije Ploeg is het jongste kandidaat raadslid. Ze staat op de vijfde plek en ze legt uit hoe de campagne in elkaar steekt. Op dit moment is 1 op de 3 mensen is eenzaam. En daarnaast is het zelfs in Arnhem zo dat de helft van de ouderen eenzaam is. En GroenLinks wil daar iets voor doen, zeker op Valentijnsdag. Wij gaan een kaartje schrijven. Nou, die hebben we nu geschreven. Die gaan we uitdelen bij verzorgingstehuizen en verpleeghuizen. Om zo eigenlijk de ouderen een beetje hun hart onder de riem te steken. En eenzaamheid aan de kaart te stellen, letterlijk. Ja. Aan de kaart, ja. Je hebt hem daar in je handen. Wat beeldt het uit? Wie heeft het bedacht? Het is gewoon een boom in de vorm van een hartje. GroenLinks is natuurlijk staat voor groen. Hoewel het geen groene boom is dan. Maar, het is een herfstboom. Ja, een herfstboom inderdaad. Maar het gaat vooral om het uitdelen van de liefde. Eigenlijk een beetje het uitdelen van laten zien dat wij er ook voor de ouderen zijn. En laten zien dat eenzaamheid een probleem is. En dat opgelost moet worden eigenlijk. Ja. Hoe gaan jullie dat doen? Ik bedoel, gaan jullie verpleeghuizen in, verzorgingshuizen en die kaartjes echt uitdelen? We gaan er gewoon langs en we geven de kaartjes. Het kost natuurlijk heel veel tijd om overal langs te gaan. En zeker omdat we echt massaal veel kaartjes hebben. Wel leuk voor die oude mensen, want ze zijn eenzaam. Ja, klopt. Wie weet dat we er wat doen inderdaad, maar het lukt ons gewoon niet om alles helemaal rond te gaan. Dus we gaan het wel proberen, ja. Schrijf je mee. Op donderdagavond 13 januari is die speciale schrijfavond waarop je kaartjes kunt komen schrijven. Maar ook op Valentijnsdag ben je welkom. Op te schrijven natuurlijk. Dat kan in het campagnepand van de partij. Die je vindt aan de Nieuwstad 38 in Arnhem. Want niemand mag met Valentijn alleen zijn.